dan. Het was opnieuw een vrij heftige dag op de financiële markten. Het lijkt alleen maar weer eens omlaag te kunnen. We gaan naar Dirk Veenstra in Amsterdam. Dirk, dat zet de beurs weer fors onder water voor dit jaar? Ja, dat is wel helaas zo. Dus inderdaad, de spaarrekening openen. Nu kan het nog, maar dan weet je zeker dat je niks verdient. Nee, dan is beleggen nog altijd een betere kans op winst. Maar goed, dit jaar inderdaad zit het even nog niet mee. We staan inderdaad per saldo lager dan de beginstand van dit jaar. Kijk maar even naar de grafiek. Dan zie je dat meteen. We begonnen dit jaar op 441 punten. We staan nu op 433 punten. Vandaag ging er opnieuw bijna 2% af. 1,8 om precies te zijn. En dat doet toch heel veel pijn. Ja, en waar ligt het aan? Nou ja, dat is dan ook weer de hamvraag. Daar kun je vroeger een ham mee winnen op de radio. Dat spelletje is gelukkig vergeten. Maar het ging waarschijnlijk om China. China is weer eens het land waar de klappen vandaan komen. Er was een slecht economisch cijfer over de voorspelde groei daar in China. Kleine bedrijven hebben het moeilijk daar. En dat is opnieuw even domper voor beleggers. Die opnieuw die angst in het leven krijgen die ze ook begin het jaar hadden. Want we gingen juist begin het jaar hard omlaag op China. Nou, toen waren we even weer gewend aan dat China een probleem was. Dat wisten we ook al jaren. Maar ineens was het dan weer vergeten. En nu is het dan weer even volop in een belangstelling. Dus het is China wat ons in problemen bracht. China wat ons vandaag in problemen brengt. En China wat ons later het jaar nog vaker in problemen zal gaan brengen. Nou, wat ook nog wel eens wordt vergeten, als ik even mag onderbreken, is die oude beurswijsheid die vorig jaar overigens vrij aardig opging. Sell in May. Het is vandaag 3 mei. Niet de eerste handelsdag, maar de tweede handelsdag van het jaar gaan we dus opnieuw onderaan. Van de maand, gisteren nog goed. Ja, het is misschien wel zo. Misschien is dit het wel inderdaad, Roland. Heb je gelijk aan dat die oude beurswijsheid weer eens op geld doet. Maar goed, het is wat de gekke voor geeft. Ik heb wel een staartje voor je meegenomen, want ik wist dat je ernaar zou gaan vragen. Doe maar. Kijk maar even mee. Een nieuwe blik op datzelfde fenomeen. Want het gaat niet zozeer om de maand mei, maar om het half jaar wat pak en beet begint in de maand mei. Dat is de slechtst presterende half jaar op beurzen. Dit is de S&P 500 in Amerika. Dit is data sinds 1928, dus het moet kloppen. Het is de slechtste maand om te beginnen met beleggen. Nou ja, het zij zo. Wat de gekke voor geeft. Je bent gewaarschuwd, zo is het. Maar beleggers zijn altijd gewaarschuwd. En het hangt misschien niet eens af van misschien mei, de maand mei. Misschien moet je toch gewoon naar China kijken, niet zozeer naar die statistiek. Robin Frasma vindt het de beste maand om in te stappen. Ik wens hem veel geluk en ik geloof zeker dat hij gelijk gaat krijgen. Maar de vraag is even op welke termijn. Oké, dankjewel. Deze maand of deze maand volgend jaar of over 10 jaar? Over 10 jaar, ja, oké. Okay. Robin, hoorde je dat nog eventjes? Ja, nee, maar het lijkt mij als het heel slecht gaat op de beurs, dat is volgens mij het instapmoment. Ja, maar toch? Je weet niet waar het beeldje gaat, hè? Nee, dat weet je inderdaad niet. Maar ja, als je dan toch een keer moet instappen, dan liever na een daling.